Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je business Of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur waarin ik alles, alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Er zijn bedrijven zoals Coolant um, Sourcing en JDL Sourcing om producten voor jou te zoeken? Heb jij je ervaring mee? Is het aan te raden of niet? Er zijn inderdaad uh, verschillende bedrijven die jou helpen met het zoeken, vinden, contacteren, bestellen en het transporteren van jouw goederen. De vraag inderdaad is: wil je dat wel of niet? Dat ligt aan jouw prioriteit en dat ligt eraan hoeveel tijd je hebt. Ik heb. Um, uh, geen werkervaring met, dit, uh, met deze partijen, maar ik heb wel aanvragen gedaan hoe dat werkt. En hoe dat te werk gaat is heel simpel. Zij gaan voor jou op zoek naar de juiste leverancier. Op dezelfde manier zoals jij dat doet via Alibaba. Maar uh, zij hebben waarschijnlijk ook hun eigen sourcingagenten en ze hebben hun eigen contactpersonen daar. Uh, en dan gaan ze binnen hun netwerk uh, bedrijven voor jou zoeken, um, fabrieken voor jou zoeken waar je misschien zelf ook uh, bij had kunnen komen, maar zij gaan dan onderhandelen met je um, en, uh, um, en, en, en hopelijk tot een betere prijs komen dan jij. Want uiteindelijk betaal je altijd meer voor dit soort, um, uh, dit soort diensten dan dat je dat zelf doet. Echter is het altijd een trade-off of je tijd of geld ergens in steekt. Uh, en in dit geval steek je geld erin om tijd te besparen voor zo'n sourcing partij om dit voor jou te regelen. Um, een paar voor- en nadelen. Um, ik begin even met nadeel. Nadeel is dat het duurder is, want je betaalt met de sourcingpartij. Nadeel is dat je ook geen uh, vrijheid hebt in uh, het zoeken en het bepalen van de fabrikant, want zij doen dat. Um, een, een groot voordeel is dat je er ontzettend veel tijd mee bespaart. En nog een groot voordeel is dat um, sourcingpartijen in Nederland die dit voor jou doen, nemen dan de verantwoordelijkheid op zich. Dus mocht er iets met het product gebeuren, zijn zij aansprakelijk. Zij zijn de importeur van het product. Dus zij moeten ervoor zorgen dat alles voldoet aan alle um, uh, uh, regeltjes, wetgevingen, wat dan ook. Dit is natuurlijk ook wel afhankelijk per sourcingagent, Nederlandse sourcingagent. Dus doe je goed onderzoek naar. Het kan jou heel veel. Tijd besparen en het kan jouw um, risico's um, uh, ontnemen. Um, een nadeel is dat het veel duurder is. En ik heb het even voor mezelf uh, in kaart gebracht hoeveel uh, dat duurder is. En ik heb ook een bevestiging ervan gekregen van een van de partijen met wie ik in gesprek ben gegaan. En het kost ongeveer 20% meer dan dat jij zelf gaat sourcen, zelf gaat onderhandelen en alles zelf regelt. Dus. Het is voor jou de vraag, heb je het geld ervoor over en wil je tijd besparen, dan kan dit een prima oplossing zijn. Maar heb jij, uh, heb jij uh, genoeg tijd en wil je uh, geld besparen, dan kan je het beter zelf doen. Of je denkt dat je liever niet je handen aan uh, wil verbranden en zoveel mogelijk risico wilt vermijden, dan kan je ook een Nederlandse partij gaan inschakelen. Want zij nemen uiteindelijk alle verantwoordelijkheid. Op zich. Dus er zijn een paar voor- en nadelen van het inschakelen van een Nederlandse sourcingpartij. Ik heb het niet over een Chinese sourcingpartij. Uh, dus um, een Nederlandse sourcingpartij heeft dus ja, voor- en nadelen. En het is even afhankelijk uh, van jou, of jij liever geld wilt investeren of uh, tijd wilt investeren. Uh, want op basis daarvan kan je deze keuze maken. Succes! Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief, en om je in te schrijven voor de gratis Product Research Training van een half uur. Dankjewel, tot de volgende keer.